voedseltoestand op Madura, het grote eiland tegenover Surabaya, is zo slecht dat vele van de bewoners alles in de steek laten en 's nachts met prauwen naar Java oversteken. De evacuees worden gastvrij ontvangen. Door de zorgen van de Nederlandse autoriteiten worden ze bij de kamponghoofden geregistreerd, ontvangen daar een legitimatiebewijs alsmede kleding, voedsel en onderdak. Kort geleden in Indonesië een belangrijke conferentie gehouden, de conferentie van Denpasar. Denpasar was voor de oorlog een bekend toeristencentrum op Indië's schoonste eiland Bali. Afgevaardigden uit de Grote Oost waren hier nu bijeengekomen ten einde te geraken tot de oprichting van de staat Oost-Indonesië. De conferentie werd gehouden in het Bali Hotel, waarvoor militaire politie de wacht betrokken had. In zijn openingsrede verklaarde dokter Van Mook, die de zitting presideerde, onder meer dat ieder nu graag tastbare resultaten wil zien na een jaar van conflict. Nodig is dat de Grote Oost een staatsvorm krijgt die gelijkwaardig is aan die van de andere delen van de archipel, waarna samen met Nederland spoedig aan de wederopbouw kan worden begonnen. Verschillende afgevaardigden zetten hun standpunt uiteen. Een vertegenwoordiger van Zuid-Celebes. Een afgevaardigde van Timor. De heer Najamuddin, die in opdracht van de op de conferentie gekozen president van Oost-Indonesië, Sukawati, inmiddels een kabinet heeft gevormd, nam van deze bijeenkomst op Bali een blijvende herinnering mee. In het